Welkom bij de Spelzol, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blikwerp op Sheep Showdown, uitgegeven door Growly Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je in 15 minuten mee bezig bent. En in dit spel kruipt iedere speler in de huid van een schaapshond en probeert zijn of haar kudde schaapjes zo indrukwekkend mogelijk te maken over de loop van 3 rondes. Dat doe je door de schaapskaarten te verzamelen, de pestkaarten op andere mensen los te laten en de speciale eigenschappen van bijvoorbeeld de wolf tactisch in te zetten. En zo gaan we door tot er iemand uiteindelijk na 3 rondes de meest indrukwekkende score bij elkaar heeft weten te verzamelen. Want die is de winnaar. Maar laten we eerst maar eens een blik werpen op wat er allemaal in deze box zit. En daarmee moet ik zeggen, dit is nog een prototype. Dus de uiteindelijke vormgeving en regels kunnen iets afwijken van hetgeen ik jullie ga tonen. Het spel is van de hand van Vincent Jassies en Jesse Douma en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Prima opgezet, het is geen complex spel. De verschillende zetten staan er duidelijk in uitgelegd. De unieke schapen en hun speciale eigenschappen en nog een extra spelmodus die je kunt gebruiken en veel gestelde vragen. Verder voor elke speler zijn of haar herdershond en we krijgen de kaarten waarmee we het spel opzetten waarin alle verschillende pestkaartjes en schapen kaartjes zitten. Maar dit is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Speel je met 2 tot 4 spelers, dan gebruik je een grid van 7 bij 7. Ben je met 5 of 6 spelers, dan voeg je daar nog eens een keer wat extra kaarten aan en wordt het grid 9 bij 9. Groot. We wijzen willekeurig een startspeler aan en dan in omgekeerde beurtvolgorde plaatst elke speler zijn of haar hond op een van de headers als startpositie. En van daaruit gaan we spelen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk schapen te verzamelen en dat gaat net zo lang door tot er nog maar 1 speler een hond op het bord heeft staan. En die speler moet dan nog 2 verplichte zetten maken, als die dat tenminste nog kan. En dan is de ronde voorbij, tellen we de punten en zetten we het opnieuw op. En in 3 rondes proberen we zoveel mogelijk punten te scoren. Maar zo zet hem op, laten we maar eens wat schapen gaan hoeden. We beginnen met het startspel met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, moet je jouw hond 1 stap verplaatsen. En dat is altijd orthogonaal, oftewel links, rechts, naar boven of naar onderen. Je mag niet diagonaal lopen, met uitzondering van de gelijkaarten, maar daar kom ik natuurlijk zo meteen op terug. Als je met je verplaatsing eindigt op een kaart, dan handel je die kaart af. Is het een groene schapenkaart? Heel simpel, dan leg je die gesloten voor je neer en het aantal schapen wat erop staat is hoeveel punten je gekregen hebt. Dus in mijn voorbeeld pak ik hier 2 punten mee. Honden kunnen niet bewegen naar velden waar geen kaart ligt en er mag op elke header maar 1 hond staan. De basiskaarten, de schapen, zijn simpel. Elke keer als je naar zo'n kaart loopt, pak je die kaart en voeg je die toe aan jouw scorestapel. Maar er zijn natuurlijk allerlei bijzondere kaarten die het spel interessant maken. Allereerst de header. Als jij naar een header beweegt, moet je gelijk naar een andere header gaan waar niemand op staat. En daar kom je weer tevoorschijn. En dan eindigt je verplaatsing. Als je op een raketschaap springt, de oranje, moet je gelijk doorbewegen. Schapen lanceren je 2 vakjes verder in een rechte lijn. Dus ik zou hier naartoe kunnen, maar dat kan niet, want daar is niks. Dus ik kan of hier naartoe gelanceerd worden, of hier naartoe gelanceerd worden, of hier naartoe gelanceerd worden. Nou, voor het voorbeeld lanceer ik mezelf daar naartoe. Is daar geen vakje, dan kun je niet verder bewegen en ben je uitgeschakeld. Maar dat gaan we zo meteen bekijken. Kom je op een wolf terecht, dan pak je de wolf. Die zijn strafpunten, die gaan gewoon in jouw scorestapel. Maar in ruil daarvoor mag jij een andere speler bewegen volgens de standaardregels, dus die mag je 1 stapje laten lopen en daardoor kun je die punten geven als je ze naar schaapjes geeft, naar wolven, maar het is natuurlijk vooral leuk als je ze op raketschapen gooit, ergens naartoe lanceert of met een header ergens naartoe beweegt of op de bom weet te krijgen. Maar jij mag een andere speler een stapje laten bewegen en als je met die beweging dus op een actiekaart komt, voer jij ook die actie uit. Met als enige uitzondering
Als je de speler op een wolf zou zetten, dan krijgt die speler onmiddellijk een wolfactie die weer bij iemand anders mag uitvoeren. Maar met de wolf krijg je strafpunten in je scorestaf en mag je andere speler bewegen. De glijschapen, dat zijn vakjes waar je eigenlijk niet op kan staan. Als je op een glijschaap staat, glij je in dezelfde richting als waar je vandaan komt door en aan de andere kant glij je er weer vanaf. En ook hier mag je niet, als ik hier zou staan, glijden naar een positie waardoor je in een leeg vakje komt. Dan is dat gewoon geen toegestane beweging. Glijschapen zijn de enige vakjes waarbij je diagonaal er naartoe mag verplaatsen. En dan ook dus diagonaal doorglijdt en dan vervolgens de volgende, in dit geval een raketschaap, wordt je weer gelanceerd. Maar dat zijn de glijschapen, daar kun je niet op stilstaan, je glijdt altijd door. Dan hebben we nog de zogenaamde blambo blokkeerschapen. Als jij op een blokkeerschaap komt, dan pak je die tegel, die flip je naar de rug en die mag je op een groene kaart leggen. En die kaart kan door niemand meer gepakt worden. Misschien dat ik deze kaart wel afdek. Dat vakje mag niet betreden worden en dat schaap of die schapenkaart kan door niemand gepakt worden. Dan hebben we nog één kaart over en dat is het bomschaap. Als iemand op het bomschaap stapt, dan ontploffen alle aangrenzende kaarten. Dus alle kaarten die er omheen liggen, die verwijder je uit het spel. De speler die op de bom is gestapt, die is af en die ligt er voor deze ronde uit. Die kan verder niks meer doen. Uiteraard de kaarten die hij verzameld heeft tot dan toe zijn nog steeds een score, maar zijn of haar beurt is voorbij. En het blokkeren van iemand, het zorgen dat een speler niks meer kan, levert je een bonus op, want dan mag je stelen. Dus als jij erin slaagt om een andere speler op het raketschaap en vervolgens op de bom te krijgen, waardoor die uitgeschakeld wordt, omdat jij die wolf gepakt hebt waarmee je die zet gedaan hebt, dan heb jij een speler uitgeschakeld. Dan moet die speler zijn of haar kudde schaapjes gaan aanbieden en daar pak je er blind eentje uit. Kan dus ook dat je een wolfkaart pakt. Alternatief kun je een speler ook blokkeren door ervoor te zorgen dat hij niet meer kan bewegen. Als ik deze stap doe en ik pak deze kaart, dan kan de groene speler nergens meer heen. Daar zit geen kaart meer, daar zit geen kaart meer en diagonaal bewegen mag niet. Dus die komt daar nooit meer weg. Zijn of haar beurt is voorbij en die biedt dus ook zijn of haar kudde schaapjes aan. En ik kies er eentje en die voeg ik toe aan mijn eigen hand. Daarna ben ik verplicht om nog twee zetten te doen, als dat mogelijk is. Nou, ik heb er één, die pak ik, tweede, ja, dan zou ik ook op de bom gaan en ook ontploffen. Nou maakt dat voor dit spel niet zoveel uit. En dan gaan we kijken naar hoeveel punten heb je in een ronde gescoord. Elke schapenkaart is een punt voor de schaapjes die erop staan. Dus twee schaapjes, strafpunt, nog een keer twee schaapjes, één punt, drie schaapjes, etc. Dus in mijn geval zou ik 1, 3, 5, min 1 is 4, 6, 7, 10 punten aan schapen hebben. Met het minpunt van de wolf eraf gehaald. Dat is mijn score. Iedereen noteert zijn of haar score. We schudden de kaarten weer. En we zetten weer een nieuw blok van 7x7 op. En de nieuwe startspeler wordt degene met de laagste score. In omgekeerde beurtvolgorde plaatsen we allemaal onze hond weer op een van de herders. En gaan we er weer op los. En zo spelen we drie rondes lang. Degene met de meeste punten na drie rondes is de winnaar van Sheep Showdown. En zo wordt dit spel gespeeld. Sheep Showdown is een vermakelijk, snel en toegankelijk partyspelletje wat humoristisch in elkaar zit. Aan de ene kant is het basisconcept simpel. Je beweegt je hond naar een aangrenzend kaartje en dat krijg je of je voert de actie die erop afgebeeld staat uit. En zo probeer je de meest indrukwekkende kudde schaapjes bij elkaar te krijgen. Waarbij men natuurlijk graag de 5 of 3 punters te pakken krijgt. Want dat zet lekker zoden aan de dijk. Aan de andere kant, omdat het een gewild object is, kun je daar mensen een soort van in de val gaan lokken. Door kaarten eromheen weg te snijden, waardoor als ze erop stappen, jij met één tactische zet misschien zo iemand uit kan schakelen. Eén kaart van zo iemand mag stelen, misschien pak je de 5 wel voor jezelf. En zo ben je elkaar lekker aan het dwarsbomen en aan het pesten. De basismechanismes zijn heerlijk toegankelijk. We hebben kaarten die ons door laten glijden, kaarten die ons lanceren, kaarten die ontploffen. En natuurlijk de teleporteerkaarten vanuit de headers. Dus je kunt op heel veel verschillende manieren over dat bord bewegen. En je moet natuurlijk goed in de gaten houden van wat
zijn de anderen allemaal aan het weghappen? En waar kan ik nog een paar beurten voortbewegen zonder het risico te lopen dat ik uitgeschakeld word? En dan heb je altijd nog die nare, vervelende, grote, boze wolf, waarbij iemand anders jou een stap mag zetten. En dat kan natuurlijk roet in het eten gooien. Oké, ze krijgen daarvoor een strafpunt, maar meestal is de schade die ze daarmee kunnen berokkenen groter dan het ene strafpunt wat ze zelf moeten nemen. En dat gecombineerd met het vermakelijke artwork, waar een gezonde dosis humor in zit, maakt Sheep Showdown tot gewoon een goed partyspel. Wat snel op tafel te leggen is, wat snel uitgelegd is, wat een hoge interactie heeft, een hoog pestgehalte, daar moet je natuurlijk wel van houden. Je moet hier niet te serieus zijn, het is vooral lekker clearen, elkaar dwars zitten en kijken hoe ver je kan komen. En die chaos die daaruit ontstaat is zeer vermakelijk, zeker als jij denkt dat je wat meer controle hebt over die chaos dan de rest. En dan ook daadwerkelijk daar gebruik van kan maken. En het is om die reden dat ik Sheep Showdown een 7 heb gegeven. Zolder.